Halve finale NK vanmiddag in Almere. Judith Meulendijks uit Helmond neemt het op tegen Patty Stolzenbach uit Den Bosch. Beide speelsters zijn geselecteerd voor het EK over 2 weken in Amsterdam. Maar Meulendijks gaat niet. We willen gewoon met onze logo's op een racket spelen en zo is het altijd geweest en daar blijven wij bij. En dat mag dus niet, want de sponsor van de bond Yonex eist dat de spelers die uitkomen voor Oranje materiaal van dat merk gebruiken. Maar de topspelers in Nederland hebben al een privésponsor en weigeren dus met het bondsmateriaal te spelen. Nou, wij zijn daar helemaal niet gelukkig mee, dat zal duidelijk zijn. Maar wij hebben een keuze gemaakt op financiële gronden om onze topsportprogramma's voor ongeveer 55 spelers te kunnen faciliteren. En ja, dat kunnen we helaas niet af laten hangen van 4 spelers die zeggen, daar willen wij niet in mee. Ja. Het zijn wel de beste spelers van Nederland. Dat klopt, maar ook daar komt een einde aan. Het zijn niet de jongste spelers meer, dus dan kiezen wij toch voor de toekomst. Kijk, ik weet dat de bond het geld ook nodig had. In die zin kun je ze niet kwalijk nemen natuurlijk, begrijp het best wel. Alleen ja, kijk, er moet dan misschien een overgangsperiode moeten zijn waarin wij onze contracten uit kunnen dienen. Ja, dat is er helaas niet gekomen. Het pijnlijke gevolg van deze situatie werd vanmiddag nogmaals benadrukt. In de finale treft Judith Meulendijks Yao Yi, de zevenvoudig Nederlands kampioen. En zij is net als Meulendijks al voorzien van een sponsor. De Helmondse verliest de finale kansloos met 2-0. En zowel Meulendijks als Yi zullen niet deelnemen aan het EK in Amsterdam.